Arnhem en Nijmegen behoren tot de grootste en belangrijkste steden van Nederland. Dat betekent dus dat er heel veel rijke mensen uit het westen van Nederland naar Arnhem kwamen om zich hier te vestigen. De groei van zowel Arnhem als Nijmegen begon ongeveer 200 jaar geleden. Er waren onhygiënische omstandigheden. Nog in 1866 vielen er 65 doden bij een cholera-epidemie. Binnen 100 jaar veranderden Arnhem en Nijmegen in de meest rijke en moderne steden van Nederland. En dat was een soort zien en gezien worden. Wat een decadente bende eigenlijk. Ja, dat was het wel. Ja. Ja. En dat ging ontzettend goed. Vandaag in Ridders van Gelder. Hoe Arnhem en Nijmegen grote steden in Nederland werden. Kans. Opgebracht wegens dronkenschap. 20 gulden boete. Echt dat voor jou? Ja. Het verderrie alweer het Velperplein voor jou. Ja, ja. Komt u maar. 600 gulden met hotel. Is geen geld voor ons mooie Velperplein. Maar ik vind het wel leuk dat Arnhem op het monopoliebord staat. Ja, goed hè. Met Ketelstraat en Steenstraat. Nijmegen niet. Nou ja, omdat Arnhem een van de 7 grootste steden van Nederland was in die tijd. En Nijmegen was toen net even iets kleiner. Valt net buiten het monopoliebord. Wanneer zijn die Gelderse steden dan zo gegroeid? Nou, zo'n 100, 200 jaar geleden. Interessant om eens naar te gaan kijken. Ja, hè? Jij bent. Ja. Hoe kan je beter op ontdekkingstocht door Arnhem dan met de trolleybus? Dit vervoersmiddel maakt de stad uniek. Ik soef langs de mooie herenhuizen. Huizen uit de 19e eeuw. Want in die periode groeide Arnhem uit tot een van de grootste steden van Nederland. Arnhem, 200 jaar geleden. Was toen dat al een belangrijke stad? Nou, het werd een belangrijke stad. Wat er gebeurde was namelijk dat in 1813 was Arnhem bestormd door de Pruisen. En was het veroverd op de Fransen. En direct daarna begon men met een plan om alle muren van de stad, alle bolwerken, alle retranchementen en hoornwerken af te breken. En in plaats daarvan een prachtige singel aan te leggen. Met een vijvers en met bomen en parken. Om op die manier de stad een enorme verfraaiing te bezorgen. Is dat gelukt? Dat is gelukt. En dat levert ook direct resultaat op. Want er kwamen graag mensen wonen die opeens de ruimte hadden om hier een mooi, nieuw, kapitaalachtig gebouw neer te zetten. Een woning voor hunzelf. En dat betekent dus dat er heel veel rijke mensen uit het westen van Nederland naar Arnhem kwamen om zich hier te vestigen. Dus dat die muren, die stadsmuren weggingen, die stonden hier. Daardoor kon de stad dus eigenlijk deze uitbreiding doen. Ja. En dat was nieuw in zekere zin. Er waren nog geen andere steden die gelegenheid hadden om hun muren af te breken. Zoals Nijmegen. Zoals Nijmegen. En daarmee had Arnhem opeens een enorme voorsprong. Een unieke selling point, zou ik zeggen. Om te laten zien van hier kan je heel mooi wonen. In een hele mooie omgeving. En je kan hier zelf prachtige huizen gaan bouwen om daarin te gaan wonen. Dit zijn dan die huizen, die echte chique huizen? Dit zijn huizen die rond 1850 zijn gebouwd. En die ook speciaal bedoeld waren om de rijkste mensen te huisvesten. Slimmerikken, die Arnhemmers. Die waren, ja, ze maakten echt een plan hier bij de gemeente om zo'n woningplan te maken om die mensen hier te huisvesten. En ze haalden zo ook het schip met geld binnen? En ze haalden het schip met geld binnen. Terwijl Arnhem veranderde in een moderne, chique stad, blijft Nijmegen vastzitten tussen middeleeuwse stadsmuren. Je kan je bijna niet voorstellen hoe groot de verschillen waren tussen twee steden die 15 kilometer bij elkaar vandaan liggen. Nijmegen bleef nog tientallen jaren een ouderwetse, middeleeuwse stad.
probeer me er een voorstelling van te maken hoe het leven in Nijmegen was toen de muren nog volledig om de stad lagen. Ja, dat waren soms erbarmelijke omstandigheden, vooral in de benedenstad. Er woonden 19.000 mensen op nog geen 60 hectare grond. Dus alles was dicht opeengepakt. Er waren onhygiënische omstandigheden. Nog in 1866 vielen er 65 doden bij een cholera-epidemie. Daarnaast was er stankoverlast en geluidsoverlast van allerlei bedrijfjes die tussen en in de woonhuizen gevestigd waren. Allemaal tussen de muren? Ja. En dat waren zowel fabriekjes als bijvoorbeeld stadsboerderijen waar het vee gewoon in huis stond. Maar er zijn nog mooie teksten van, hè? Hoe Nijmegen eruit zag en hoe het leven was in die stad toen, ja. Met de muren eromheen. Ja, dat klopt. Zo schreef Justinus van der Brugge in 1861 over Nijmegen het volgende. Arm Nijmegen, wat zijt gij oud geworden? Zo oud, zo afgeleefd, dat gij reeds naar het schijnt in de schatting van velen voor dood zijt verklaard. Een ten dode opgeschreven stad. Ja, dat was het ook min of meer. Er was eigenlijk geen perspectief voor de toekomst. Ze hebben heel stijl, zeg. Ja, die stadsmuren waren heel hoog. Maar waren ze echt zo hoog als we nu lopen? Dit is ook mooi, zelfs nog een paar meter hoger. Nog hoger? Ja, ze moesten onneembaar zijn, hè, voor de vijand. Het zijn echt gigantische stadsmuren. En die moesten weg om weer een nieuw leven te krijgen in Nijmegen. Ja, dus de stad smachtte echt naar het afbreken van die muren. En om een welvarende stad te worden met ruimte voor bedrijvigheid, maar vooral ook voor woonruimte voor de welgestelde Nijmegenaren. En mensen van buiten. Die stadsmuren en al die verdedigingswerken om Nijmegen heen, die waren tot het einde van de 19e eeuw belangrijk voor de verdediging van Nederland. Nou, in Den Haag zag men Nijmegen als een hele belangrijke vestingstad aan de grens bij het oosten. En die stadsmuren die moesten blijven tot 1874. Toen zag Den Haag wel in dat het niet meer zinvol was, omdat modern oorlogsgeschut zo over vestingwerken heen kon schieten. En toen gaf Den Haag het groene licht om de stadsmuren af te breken. Eindelijk kreeg Nijmegen vanuit Den Haag het groene licht om die middeleeuwse toestanden hier te stoppen. Ja, en toen, toen zag Nijmegen een glansrijke toekomst voor zich met ruime woonwijken voor de rijken met name. Bedrijvigheid, een spoorlijn waarop men eindelijk aansluiting kreeg. Dus toen kon de grote stap voorwaarts beginnen. Nijmegen was nog een soort derde wereldstad. In Arnhem bloeide het al. Hoe moet ik me dat voorstellen? Het culturele leven hier? Ja, Arnhem probeerde een stad van grandeur te zijn. En dat deden ze op alle mogelijke manieren. Ten eerste waren er al heel veel verenigingen die een muzikaal of op andere manieren het culturele leven probeerde een boost te geven. En daarnaast was ook de gemeente die van alles probeerde om ervoor te zorgen dat die hogere burgerij, die rijke elite, de mogelijkheid kreeg om zich te vermaken in die stad. En hoe merkte ik dat als ik dan zeg maar door het Arnhem loop van 1900? Nou, dat merkte ik door een aantal enorme gebouwen die hier stonden, die er mede door de gemeente hier waren neergezet. Zoals Musisch Sacrum, waar we nu zijn, ja. Maar ook de buitensociëteit. Er was ook bijvoorbeeld de beroemde vogel- en plantentuin aan de Velperweg, wat een enorm grand hotel was, met een concertzaal waar wel 1500 mensen in konden. In 1889 begon Jan Albert Kwast met een Arnhemse orkestvereniging. En die probeerde een echt mooi, modern symfonieorkest te gaan starten. En dat werd het Gelders Orkest? Dat werd uiteindelijk het Gelders Orkest. En wie gingen daar dan heen? Wie denk je? Ja, het zullen niet de arbeiders geweest zijn. Het zijn zeker niet de arbeiders, want een kaartje voor zo'n concert kostte een gulden.
En mensen verdienen in die tijd, normale mensen verdienen misschien 5 gulden in de week. Dat was al veel. Ja. Dus alleen de echte rijke burgerij was in staat om zo'n kaartje te kopen. 1, 2, 3. En dat was een soort zien en gezien worden. Wat een decadente bende eigenlijk. Ja, dat was het wel. Ja. Ja. En dat ging ontzettend goed. En steeds meer omdat ook steeds meer rijke mensen dus in Arnhem kwamen wonen, was er dus ook een publiek om dat soort grote concertzalen in te richten en grote muziekgezelschappen te fourneren. En zo speelde Arnhem zichzelf eigenlijk op het Monopoliebord. Zo speelde Arnhem zich op het Monopoliebord met als duurste plek het Velperplein, waar Musa Sacrama ligt. Ja. En deze rol. Okay. Nou, de rol daarop. Spannend wat er tevoorschijn komt. Nou, dit is ook best een mooie verzameling. Een kwetsbare, zo te zien. Inderdaad. We kunnen het helpen? Beste even. Oh, het is echt heel kwetsbaar papier, of niet? Het is linnen, dus het is steviger dan dat het lijkt. Oké, okay. Het lijkt wel kretpapier. Het plan van uitleg, zoals het bijna is uitgevoerd, zo goed als. Er zijn nog wat aanpassingen gedaan. Zo is het Hunnerpark hier toch nog verschenen naast het Kronenburgerpark. En hier is goed te zien dat de singels en pleinen werden aangelegd. Een beetje naar het voorbeeld van Parijs. Zo, met meteen maar gewoon groot aanpakken. Ja. Als je dan uiteindelijk een keertje stadsuitbreidingen kan maken, dan maar gewoon naar voorbeeld van misschien wel de mooiste stad van Europa. Inderdaad. We zien hier het ronde Keizer Karelplein en de binnenstad hier helemaal omklemd door de nieuwbouw. Ja, niet meer de stadsmuren, maar eindelijk mooie nieuwe wijken, zodat Nijmegen uit kon breiden en echt een grote stad kon worden in Nederland. Ja. In 1886 was het groot feest in Nijmegen. En bij een groot galadiner werden de betrokkenen die de plannen voor de uitleg van de stad hadden gemaakt, allemaal gefêteerd op zo'n doos. Mm-hmm. Als aandenken voor dat grootste moment in de geschiedenis van Nijmegen. Inderdaad, een heel groot moment was allemaal. Het. En daarin zaten onder andere een vaantje. Echt als aandenken. 25 augustus 1886. Ja. Nijmeegs burgerij eert dankbaar het drietal dat haar stad herschiep en de kracht van Magens zonen tot een nieuwe ontwikkeling riep. En we hebben ook nog een heel leuk menu van een diner dat aan het stadsbestuur werd aangeboden. En daar nam men soep op zijn Romeins, bastions en fortjes gevuld met zwezerik, runderhaas ingesloten door een muur van groentens enzovoort. Allemaal menu's, allemaal gerechten die waren geïnspireerd op de afbraak van de stadsmuren. En ja, wat grappig zeg. Dit is echt humor uit de 19e eeuw. Kalfsvlees à la Charlemagne ommuurd. Ontmantelingsbol au vin met uitbreidingsragout. Op het moment dat Nijmegen ontwaakt, is Arnhem al een booming city. Niet alleen de rijke Nederlanders trekken naar het moderne Arnhem. Rond 1900 vestigen ook grote groepen arbeiders zich in deze stad. En zo wordt Arnhem een stad van cultuur en van arbeid. Welkom, Bart. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, hoe werkt dit? Goed hoor. Dag Schipper. Ja. Dit is uw overgrootvader, want met hem begon de Arnhemse stoomsleepmaatschappij. Of nee, ja. Stoomsleephelling? Ja. Ja, hij werkte hier bij Concordia. Het hoofdkantoor zat hier op de hoek van de Nieuwstraat en de Rijnkade. En hij kwam hier terecht als chef machinist. Dus hij heeft alle schepen onderhouden
En toen heeft hij een uitvinding kunnen doen naar aanleiding van een wedstrijd. Die is uitgeschreven door de Nederlandse Vereniging van Stoomvaartbelangen. En die heeft hij gewonnen met die machine. En toen dachten ze van, we moeten die techniek en die man hier houden. We maken hier zo'n werf. En daar is hij heel klein begonnen met 8 mensen. Binnen 20 jaar werkten er meer dan 300 mensen. Dit is enorm belangrijk geweest voor de werkgelegenheid in een stad als Arnhem. Ja, inderdaad. En het is tot op heden dat je oud-ASM'ers spreekt die allemaal wel familieleden hebben. En andere Arnhemmers, een neef, een oom, die bij de ASM gewerkt hebben. Honderden mensen werkten hier op deze plek. Ja, honderden. En zeker tot 300, 400 en in de hoogtijdagen 500 man. En die kwamen niet alleen uit Arnhem, die moesten ook, deskundigheid moest ook uit het westen komen. En daardoor moesten er woonplekken zijn. En daar zorgde de ASM ook voor, want die mensen wilden hier wel werken, maar die wilden natuurlijk ook hun familie meenemen. De ASM is dus van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Arnhem. Ja, het was denk ik de eerste grote industriële werkgever. En dat is pas in de 20e jaren overvleugeld door de Enka, de kunstzijdefabriek. Maar dat heeft dus een enorme boost gegeven aan deze stad. Dus ja, die hele stad is gewoon gegroeid dankzij de ASM. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Zo meneer, ik ben benieuwd. Ja, volgens mij is die... Oh, ja, dat is heel mooi. Dat is prachtig, hè? Zeker. Ons logootje een beetje klein, maar aan de andere kant is het wel duidelijk zo. Is wel heel duidelijk, of niet? Zijn jullie een beetje feeststemming? Jawel. Ja, 115 jaar is bijzonder, toch? Dat is bijzonder. Ja. Ook in Nijmegen ontstaan nieuwe plekken die verbonden zijn met de arbeiders van de stad. Waar de rijke inwoners hun tijd doorbrengen in het gloednieuwe concertgebouw De Vereniging, gaan de arbeiders naar hun eigen Nijmeegse eendrachtcombinatie. En dat doen ze deze maand al precies 115 jaar. Dag Henny. Goedemorgen. Ik heb taart meegenomen. Ja, teren we van. Nou ja, vanwege jullie 115 jaar bestaan natuurlijk. Oh ja, dankjewel. Nou, dat zijn blij verrast mee. Nou ja, je weet dat NEC 115 jaar bestaat, toch? Het denk ik, als grote fan. Ja, kijk eens, hé. Goedemorgen. Ridders van Gelre. Ja, we feliciteren jullie. We feliciteren NEC. Heel mooi. Zo, kijk eens. Ja, dankjewel, jongen. Het is even een beetje schrapen en zo, maar uiteindelijk ben je dan ook bij de 7e NEC. Ja, de combinatie, hè. De 7e combinatie. Ongelooflijk, hè, wat je hier allemaal hebt. Het lijkt wel of je meer NEC-artikelen hebt dan andere spullen in je supermarkt. Nou, mevrouw zegt wel eens van, volgens mij ben je met NEC getrouwd in plaats van mijn man. Maar ja, ik ben dus 2 keer getrouwd eigenlijk, met mevrouw en met NEC natuurlijk. En dat is al bijna 115 jaar zo, hè? Ik las dat het in de benedenstad, in de onderstad dus van Nijmegen, dat het daar tot stand is gekomen. En hoe ging dat dan? Hoe hebben ze zich georganiseerd in het begin? Ja, ik denk dat het allemaal een beetje primitief is gegaan, maar daar een beetje op een gegeven moment is het verenigingsleven gekomen. Maar in het begin, zoals ik het vernomen heb, hebben ze een beetje met een tennisballetje en zo gevoetbald. Met een tennisbal? Ja, dus... Een grote voetbal konden ze nog niet betalen? Nee, daar was geen geld voor. Wij lachen er nauw om, maar toen de tijd was het natuurlijk een ander verhaal. En het was van de arbeiders en de arbeiders hadden het niet zo. Als ik lees dat die mensen in krotten woonden, dan... kunnen we nou niet voorstellen, maar toen de tijd was het diep triest dus. Ah, meneer, wilt u ook een stukje taart? Ja, lekker. Van harte gefeliciteerd, hè, met NEC. 115 jaar. Inderdaad. Alleen, Henny, heb jij gezien wat voor kleur jas meneer aan heeft? Komt hij wel de winkel in? Normaal hangt hier een reservejas. Dan doen de mensen, als ze die kleuren aan hebben, de jas uit. En vandaag zien we door de vingers. Maar kijk wat er op de achterkant staat. Gemeente Nijmegen, hoe kan dat nou? Ja, iets. Er is iets misgegaan, hoor. Maar lekker weer vandaag, jongens. Bedankt. Alsjeblieft, geniet ervan. Ja.
huisje. Arnhem wordt echt een serieuze stad, hè? Orkest, veel industrie, grote huizen, voetbalclub en dan ook een museum. Een groot museum. Hoe kwam dat? Nou, de belangrijkste oorzaak was dat een van de oprichters van het museum een aangetrouwde neef was van de net aangetreden burgemeester van Arnhem. Ah, zo lopen de lijntjes. En heeft Arnhem ook vruchten geplukt van het Openluchtmuseum? Alleen al in 1919, toen het groot vaderlands historisch volksfeest hier plaatsvond. Met binnen een week tijd 400.000, meen ik, bezoekers. 400.000 in die tijd? Ja, in een paar dagen tijd. En dat speelde zich voor een groot gedeelte hier in het Openluchtmuseum af. Arnhem werd eigenlijk nog meer opgestuwd in de vaart der volkeren. Ongelooflijk. Letterlijk stuwden ze het volk op van Muzis naar het Openluchtmuseum. Letterlijk? Met een hele grote optocht. Wow. Wat een mooi beeld. We hebben het over 1912, de oprichting. Maar in 1918 gaat het voor het eerst open. En dan zien de mensen deze molen. Dit is het eerste stuk. Dit is het eerste substantiële gebouw. En later nog een boerderijtje uit Twente. En dat heeft nog best voet en aarde gehad voordat hij hier kwam. Want de bond Heemschut die wilde eigenlijk die molen in het gooi houden. Maar toch staat hij hier, bij Arnhem. Toch staat hij hier. Dag molenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog aan het werk? Ach, Mark. Morgen alleen dat. Ik ben nog aan het werk, ja. Deze mooie molen. Precies. Maar deze mooie molen heeft een klein gebrek. Of gebrek. De wieken zijn van hout. Ja. En als wij deze heel de winter zo laten staan zoals hij nu staat, dan gaan de wieken gaan doorbuigen. Oh, je moet ze... We gaan hem een slag verzetten, inderdaad. Een slag verzetten? Ja. Dus het Openluchtmuseum, dat straalde echt af op Arnhem. Ja, enorm. Al die honderdduizenden bezoekers die weten Arnhem te vinden door het Openluchtmuseum en door het naastgelegen dierentuin natuurlijk. Al die schoolreisjes. Wie is er nou niet op schoolreis hier geweest? Arnhem mag dan grote bedrijven en het Openluchtmuseum hebben. Nijmegen krijgt een universiteit. De Katholieke Universiteit Nijmegen zorgt ervoor dat de stad tot grote bloei komt. Die universiteit, die hebben wij toch maar mooi binnengesleept, hè, Nijmegen? Ja, dat kun je wel stellen. Het is een heel bijzonder verhaal hoe de universiteit hier is gekomen. Rond 1920 was duidelijk dat er een katholieke universiteit in Nederland zou komen. Alleen wist men nog niet waar, in welke stad. Er waren verschillende kandidaten die zichzelf vooruitschoven. Vooral katholieke steden in het zuiden, zoals Tilburg en Den Bosch en Maastricht. Het waren de bisschoppen die besloten dat de katholieke universiteit in Nijmegen zou komen. Met welk doel moest het naar Nijmegen? De bisschoppen die richtten zich op het idee dat de universiteit een nationaal, een Nederlands instituut moest worden. En het ging erom dat Nijmegen precies op die grens van Noord en Zuid lag. En ook qua sfeer de noordelijkste stad van het zuiden was en de zuidelijkste stad van het noorden. Voor iedereen aansprekend. Nijmegen als centrale stad in Nederland. Zo is dat. Als navel van het land, zoals het later is genoemd. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. De komst van de universiteit gaf een enorme boost aan de stad Nijmegen. Zeker. Maar in het begin viel dat nog wel mee. Toen was de universiteit nog klein, met 3 faculteiten. En pas na de oorlog is dat studentenaantal enorm uitgedijd. De belangrijkste gebouwen van de universiteit lagen eerst in de binnenstad. Ja, in de binnenstad. Het hoofdgebouw op het Keizer Karelplein, daaromheen wat kleinere gebouwen, aula, collegezalen, etc. En pas na de oorlog, toen de universiteit flink was getroffen op het eind van de oorlog, besloot men om te
huizen naar landgoed Heijendaal wat hierachter ligt. Het is wel jammer, want door de oorlog is er helemaal niets meer over van die oude gebouwen in de binnenstad van de universiteit. Dat is natuurlijk ontzettend spijtig. Nog wel iets over hoor, in een andere functie. Maar ja, nogmaals, dat is erg jammer. Het geldt natuurlijk voor heel veel grote delen van het centrum van Nijmegen, dat plat gebombardeerd is. En de universiteit was daar ook mede de dupe van. In de 19e eeuw gaat het Arnhem voor de wind. De inwoners van toen konden niet bevroeden welke veranderingen de 20e eeuw voor hen in petto had. Arnhem 1900. Bruisende stad op het monopoliebord. Ja, maar dat zou niet lang meer duren. Want Arnhem als een stad voor rijken, die stad ging snel voorbij. Ja? Ja. Het aantal inwoners groeide behoorlijk. Maar het aantal rijke Arnhemmers nam juist af. Dus de arbeiders kwamen? Arbeiders kwamen en de rijken gingen weg. Waar gingen die heen? Nou, die hadden hier hun domicilie gekozen om Arnhem als een soort kuuroord te kunnen gebruiken. Met al die prachtige voorzieningen die hier waren. Maar inmiddels waren elders ook hele mooie voorzieningen gekomen. Dus mensen gingen met de trein waar ze eerst mee waren gekomen, gingen ze weer weg. Naar Duitsland, naar Zwitserland, naar Nice, naar Antibes. Om daar rijk en welgesteld te wezen. Nou, ik heb hier wat oude filmbeelden bij me. Van Arnhem, vanuit de lucht. Ja, mooi. Was het echt een oude stad? Het is een echte oude stad. Het middeleeuwse stratenpatroon was het natuurlijk nog steeds. Maar buiten die middeleeuwse stad, dat zie je dus hier, kom je bij die prachtige singles die er nu nog steeds zijn, maar toen ook al echt heel erg mooi waren. De hele zuidelijke binnenstad is verwoest in ten tijde van de slag om Arnhem. En bij de Rijn, ook de Rijnkade met al die mooie huizen, die zie je ook niet meer terug na 1944. En is Arnhem dit ooit te boven gekomen? Je kan zeggen eigenlijk van niet. De stad was heel erg verwoest. Mensen bouwden graag terug. Maar daarvoor moest ontzettend veel geld besteed worden om nieuwe huizen te bouwen. En de oude huizen die voor een deel verwoest waren, om die weer opnieuw in te richten. En daarmee was gewoon geen geld meer om Arnhem weer die mooie stad te laten worden die het ooit was. Op naar het mooiste uitzicht van Nijmegen. Wauw. Mooi, hè? Ja, niks te veel gezegd, hoor. Het mooiste uitzicht van Nijmegen. Ja. Maar wat ik me nog afvraag. Arnhem stagneert na de oorlog. Het inwoneraantal groeit niet meer. Maar Nijmegen blijft wel groeien. Ja. Waar komt dat verschil vandaan? Nou, waar het verschil vandaan komt precies, weet ik natuurlijk niet. Maar ik weet wel dat Nijmegen enorm groeit, mede dankzij de universiteit. Er is een keer berekend, een jaar 15 geleden, hoeveel inwoners Nijmegen zou hebben gehad zonder universiteit. Die kwamen tot de conclusie dat Nijmegen ongeveer een derde minder inwoners zou hebben gehad zonder universiteit. Dus Nijmegen zou geen 160.000 inwoners hebben gehad, maar ongeveer 110.000. Dus dat scheelt wel een slok op een borrel. Nou, dat was het een stuk kleiner geweest dan Arnhem, maar nu is het de grootste stad van Gelderland. Ja. Ja, en dat is dus mede dankzij de universiteit inderdaad. En al wat die universiteit genereert aan studenten uiteraard, hè, het geld dat zij uitgeven, de medewerkers, 5.000 op de universiteit, 10.000 op het ziekenhuis, dat bij elkaar hoort, universiteit en ziekenhuis. Al die investeringen die mensen doen, alle investeringen die de universiteit zelf doet in de stad. Nijmeegse Universiteit is de grootste werkgever van Nijmegen uiteraard, van de provincie, zelfs van Oost-Nederland. Dus Arnhem was 150 jaar geleden de grote stad in Gelderland en nu is het Nijmegen. Ja, 150 jaar geleden was Arnhem aanzienlijk groter, omdat Arnhem eerder de muren mocht slechten. Maar nadat Nijmegen dat ook mocht in de jaren 1880, is de ontwikkeling heel snel weer naar elkaar gegroeid. En intussen is Nijmegen inderdaad qua inwonergrootte Arnhem voorbij. Zo, aangepast. Het monopoliespel anno 2015. En Nijmegen staat erop. Nijmegen staat erop en boven Arnhem, hè? Want Nijmegen is groter dan Arnhem. Ja, mooi toch? Ga je mee leven? Ja, ik hou heel erg van Nijmegen. Ja, ik hou ook enorm van Arnhem. Dat zijn we zoet, hè? Hey, heb jij nog een ridderprijs uitgedeeld? Oh, dat komt wel goed.